Officieel is dit parkje nog niet open, maar jongeren weten het al wel te vinden. Ik doe het al 3 jaar lang bij Wijzigpark, ook hier in Dordrecht. Dit is de derde park die we al hebben geopend met Jason Bonan. Die heeft het vooral opgericht met de gemeente. En we konden gewoon niet wachten tot de officiële opening, dus we zijn gewoon gekomen en lekker trainen. Deze toestellen zijn de beste in Dordt. Ik vind het echt geweldig, want natuurlijk zijn deze bars ook veel beter dan de andere die we hebben. Plus het is ook naast een school, dus het is een voorbeeld voor jongeren. En het is gewoon een soort van buitenfitness. Hoef je geen geld voor te betalen, niks. Het is gewoon gratis en je doet lekker je ding. Ha ha ha.